Agencies gaan niet failliet omdat er te weinig geld is, maar omdat je je geld niet op het juiste moment krijgt. Voilà. Een behoorlijk zwaar woord, failliet gaan. Maar leg eens uit, Ilse. Ja, zeker bij de start is dat gewoon zo. Hè. Ik denk dat wij daar allemaal mee zitten. Wij werken voor grote bedrijven. Grote bedrijven werken met SAP, klant van ons. SAP, eer dat er daar een PO uitrolt, dat duurt een eind. Eer dat je PO bij u geraakt, dat duurt nog een eind. Eer dat je je project afgerond hebt. Soms zijn je gewoon 6 maanden verder eer dat je betaald wordt. Dan heb je nog 90 dagen betalingstermijn overheen. Ja. Zitten we aan het eind van het jaar. Ja, dat is gewoon gigantisch. Gigantisch lange betaaltermijnen waar we vaak mee zitten. Bij overheden misschien vaak nog erger dan dat. Hè, dus het is wel kunst om zeker bij een startend agency, om je cashflow in de gaten te houden en om te zorgen dat je inderdaad ook onderhandelt over betaaltermijnen. Naarmate dat je meer maturiteit opbouwt en langer bezig bent, kan je er beter tegen. Maar het blijft een zaak dat je soms voor grote projecten heel traag betaald wordt. Kan jij dat bevestigen, David? Is cashflow management een van de ABC's van een goed agency? Ja, zeker wel. En ik kan alleen maar onderschrijven, inderdaad, grote agencies of grote klanten, 60 dagen betaaltermijn en op het einde van het kwartaal mogen factureren. Dat zorgt voor een uitdaging. En daarom is een mix ook goed. Vooral voor startende agencies, als je eenmaal zeg maar, dat ritme op hebt gestart, dan is het goed. Alleen de eerste maanden is wel lastig. Ja. Ik zag jou net kijken, Bart, of Marie, dat je zei, ja, het is heel evident, cashflow management. Dat geldt niet enkel voor agencies, dat geldt voor elk bedrijf. Je kunt jarenlang verlies maken, maar cashflow genereren en blijven bestaan. Ja. En omgekeerd, je kunt extreem rendabel zijn en toch failliet gaan omdat je cash op is. En zeker als je in een groeiend bedrijf zit, als je aan het groeien bent, zijn het typisch in onze agencywereld een kwartaal van je groeiomzet heb je tekort in cash. Ja. Dus als je met 1 miljoen omzet op een jaar groeit, heb je eigenlijk 250.000 euro cash tekort. Je mag maar die 1 miljoen groeien als je die 250.000 staan. Op je rekening staan hebt. Ja. Een beetje vuistregel, daar zal wel wat speling op zitten. Dus zeker in groeifase is dat cruciaal. Een keer dat je gelijk draait, dan vereffent zichzelf dat uit. Maar een goed financieel systeem, op tijd factureren, je facturen opvolgen, je betalingen opvolgen, is cruciaal. Is echt. Hygiene. Ja, superbelangrijk. Ik hoorde het net ook zeggen van maand afsluiten. Dat is ook wel, daar kom ik ook vandaan uit de tijd van dat je echt aan het eind van de maand alle facturen de deur uit moest rammen. En daar hebben we wel gemerkt van dat er gewoon factureren moet draaien op het moment dat het werk gedaan is. Meteen eruit als het kan, hè? Want dat bespaar je gewoon al als het bijvoorbeeld op de vijfde van de maand een project opleveren en ik zou het pas aan het einde van de maand gaan factureren. En dan krijgt hij nog eens een keer 3 weken extra betalingstermijn. En vanuit die hoedanigheid, en dat denk ik wel vanuit verschillende rollen. Jij hebt een financiële achtergrond, ik zelf niet. Ik heb een IT-achtergrond. Maar ook binnen Springbok hebben we wel echt mensen die daar heel erg specifiek op zitten. Dus een controller, CFO's die heel erg gefocust zijn op dit proces. En dat ook proberen te optimaliseren. Dus als ze zien dat mensen lang offertes of facturen laten staan en niet versturen. Dat ze daar actief op monitoren en dat ze daar ook de organisatie van projectmanagers over informeren. Als een klant niet betaalt buiten de betalingstermijn. Dat je daar ook gewoon meteen actief beleid op hebt. Automatisch e-mails en dat soort dingen. Dat werkt gewoon, die herinneringen. Dat werkt ook voor jou privé. Dus dat werkt ook in een zakelijke context. Moet je er wel bovenop zitten. Maar klanten die zeggen, we betalen wel wanneer wij willen betalen, daar geloof ik niet in. Ik praat soms wel een keer met klanten van Teamleader, die dan zeggen, we gebruiken heel veel van jullie producten, alleen die betaalherinneringen, daar zijn we nog een beetje bang voor. Dan vind ik een beetje zo onbeleefd en opdringerig. Maar jullie zeggen, nee, voor wat hoort dat? Je moet dat scheiden. Ja, je moet het scheiden. Je moet je account en je finance scheiden. Zodat ze van elkaar een soort van... dat is de boekhouder. Ja. Dan blijft de good guy en omgekeerd. Precies. De boekhouder kan zeggen, ja, maar je moet betalen. Als de klant dan zegt, ja, maar het is nog niet opgegeven, daar weet ik niks van. Hè. Mm-hmm. En dat creëert een beetje afstand die ervoor gewoon zorgt dat het vlotter loopt. Ja, ja. Dat is absoluut ook een goed advies. Merk je dat een minder tevreden klant zijn rekeningen misschien minder snel betaalt? Of... Kan, hè. Ja,
dan? Ja, wij kijken daar sowieso na. Dus dat is ook een van de KPI's die wij in onze boomstructuur hebben. Het gaat ook over de duidelijkheid van facturatie en de clarity van de invoice. Het moment dat het komt. Kijk, als je in een restaurant gaat eten, dan weet je dat de Sjaanse deur uitloopt. Dat je dan krijg je gewoon een duidelijke bon. Daar staat op line item wat je hebt genuttigd. En op het einde van, dan staat er een bedrag. Dat kan kloppen of niet kloppen, maar je hoeft daar nooit meer dan 10 minuten over na te denken. En daarom denk ik ook op het moment van factureren, dus inderdaad na opleveren van een project, niet 3 weken wachten, maar gewoon invoice versturen. Dat zorgt gewoon voor duidelijkheid. En dat zorgt ook voor een betaalritme met de klant. Want die denkt van oké, weet je, prima, dit hebben we afgesproken, dat klopt. Dit hebben we gehad, dit is het extra werk, dit was de extra scope. En ook een invoice is natuurlijk ook een touchpoint in de journey. Dus dat je daar ook dat het goed uitziet en dat het transparant is. En dan zie je dus dat ook het hele invoice traject, dat het ook makkelijk gaat. Als ik facturen accordeer, de facturen die voor mij niet onverwacht komen en voorkomen duidelijk zijn, daar staat ook binnen no time mijn digitale handtekening of mijn approval. De invoices met 1 item waarvan ik denk van hoe zit dit in elkaar en dat is er al heel lang geleden. Hier ga ik een keertje voor bellen, misschien morgen of straks. Ja, of volgende week. Ja, volgende week, ja. Of de week daarna. Mm-hmm. Want dat zijn typisch de invoices die blijven liggen, want dan denk ik van hè? Hoe zat het ook alweer? En is het echt zoveel meer werk? En dus is het een signaal dat er iets in het proces niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Ook daar zit je weer met selectie van je klanten waarvoor je wil werken, ja of nee. Dat is echt heel belangrijk, denk ik, dat je aan de poort daar een goede selectie doet. Bijvoorbeeld als je met purchase orders werkt, dan heb je dat probleem ook al minder. Als je zorgt dat je gaat beginnen en je hebt een purchase order in je hand en jij stuurt een factuur met een purchase order op naar een afdeling procurement, die zal die daar minder vragen over stellen. Op het moment dat je met kleinere klantjes werkt en je moet daar hele uitgebreide facturen voor sturen waar allemaal discussies en lucht over kan ontstaan, dat moet je niet hebben. Dus begin van tevoren heel duidelijk een offer neerleggen, je ook een beetje aan die prijs houden, niet allemaal andere dingen erbij zetten, want dat leidt natuurlijk tot vragen. Dat doe je in een restaurant ook niet. Als je 2 bordjes extra spaghetti erop hebt, terwijl je niet met je kinderen bent, dat is toch vreemd en daar ga je moeilijk over doen. Dus, ook daar is het gewoon een maturiteitsproces die je door moet. Hè. Als wij begonnen, dan was dat ik die op zondag de facturen maakte, hè, en dan bleef dat een keer liggen. Hè. Ja. En die gewoonte moet je vanaf, dus daar moet je op organiseren als je schaalt. Dus gewoon een stap in je professionaliseringsproces. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen, daarop selecteer je klanten. Want uiteindelijk, het zijn allemaal grote bedrijven waar we voor werken, maar het zijn wel individuen die daar zitten. En de ene denkt anders over facturen als de andere. Sommige klanten denken, dat is mijn budget eigenlijk. Maar denken eigenlijk niet na over budget, of heel weinig. Mm-hmm. En anderen denken over hun budget alsof dat het van hun privé is. Dus daar zit toch wel wat voor mij de enige factor is helder, op tijd, opgevolgd. Ja. En dat heeft niks met soort klant of met tevreden klanten of ontevreden klanten te maken. Dus als het volgens afspraak en goed opgevolgd... Als jij het laat schieten, laat de klant het ook schieten. Exact. Dat is inderdaad, ja. Dus jouw verantwoordelijkheid om de klant... Elke week dat je later factureert of niet opvolgt, is een week extra erbovenop die niet betaald wordt. Ja. Dus facturatie moet echt een hygiëneproces zitten waarin je bepaalde dingen altijd correct doet en dat komt jou dan ook wel toe. Idealiter scheid je ook die functies. Hè? Projectmanagement bereidt alles voor. Dus medewerker die vullen timesheets in. Projectmanagers die bereiden proforma's voor. Finance die accordeert dat, die commit dat. Die gaat het uiteindelijk versturen. Die gaat het opvolgen. Die zorgt ook dat die e-mail de deur uit gaat. Hoe vaak gebeurt dat niet? Hè? Dat is ook waar technologie ons vandaag de dag weer mee helpt. Ik denk dat dat van de meest handige rapporten vindt. Geef mij alle invoices die wel gedraaid zijn, maar niet nog ge-e-maild zijn aan de klant. Hoe vaak gebeurt dat niet? Dat je denkt dat je alles hebt gedaan, maar dat je het nog niet verstuurd hebt. Nou, allemaal dat soort... Als je die functiescheiding hebt, dan is er ook vanuit de rol daar focus op dit soort dingen. En de projectmanager is met ook engagement bezig met de mensen in zijn project. Dus scheiden, denk ik dat dat een hele goede tip is. Ja. En ja, ik moet zeggen, toen ik startte, was ik vaak zo hard aan het werken dat ik eigenlijk geen tijd had voor facturatie. Ja. Op een bepaald moment was er een klant die zei, Ilse, facturatie is het enige dat opbrengt. Oké, vanaf dan
heb ik daar dan toch wel als je klanten het al zelf zeggen. Als de klant het zelf zeggen. Als ik naar mezelf kijk, ik zei dat ik geen tijd had, maar ik deed dat gewoon niet graag. Nee, tuurlijk, het is niet tof. Hè. Dus niet zoek je mensen die dat graag doen. Die dat graag doen. Die daar echt blij van worden om facturen te sturen en op te volgen. Het beste aan factureren is wel iets betaald worden, alle stappen ervoor. Zijn. Ja, maar daarvoor moet je toch eerst een factuur maken. Dus ik moet toch zeggen, ik zeg ook wel vaak gekscheren dat het toch mijn hobby is, hoor, facturen draaien. Daar word ik blij van, ja. Ik heb twee, weet je waarvoor je doet? Twee mensen in mijn finance team die echt blij worden van meticuleus alles op te volgen en echt... Ik glimlachen als dat geld op de rekening staat. Dan glimlach ik ook, hè. Smiling to the bank. Eén laatste vraag, want hier over cashflow, cashflow management, jij maakt het wel duidelijk, is geen agency ding. Elk bedrijf moet bovenop zijn cashflow management zitten. Welk advies zou je geven aan kleinere, jongere agencies om die cashflow onder controle te houden? Om slim cashflow management te doen? Voor factureren. Voor factureren. Ja, absoluut. Zoveel mogelijk voorschot vragen. Oké. Of kan je aansluiten bij de voorfacturering? Ik heb het nooit gedaan. Nog nooit niet gedaan? Oké. Ja, als je nog klaar, als je starter bent, denk ik dat je ook moet uitkijken met te veel risico's nemen om hoofdaannemer te worden. Hè? Dus als een klant een campagne vraagt en je koopt daar ook de media voor in, maar je hebt zelf niet, of je moet je agency cash gebruiken om die media in te kopen, je krijgt je rekening 3 maanden later pas betaald, dan ontstaat er een lastige situatie. Dus daar ook heel bewust in zijn in de fase waarin je in zit en welke risico's je kan dragen. Dat is denk ik ook belangrijk. Voor factureren, risicospreiding financieel. Ja, dat doe ik nooit. Hè. Media kopen is... Betaald door de klant. Eerst betalen. Nee, dat zeg ik niet van dat ze niet vooruit moeten betalen. Maar het is eerder van soms, als je klein bent, en je kan je ook richten op het werk wat jij levert. Hè? Bij een agency die creatief bezig is, die koopt die media in. Dat is niet zijn product. Hij koopt dat ook weer in bij een extern. Hij moet dat ook voorfinancieren. En de meta gaat daar wel meteen voor lopen. Als ik uren zeg maar in gevaar kom, dan kan ik mijn urenfabriek stopzetten. Dan heb ik niet al out-of-the-pocket kosten van media. En dan, dat is het risico wat je loopt op het project. Ja. Dus het vooruitbetalen van media, dat is natuurlijk heel wenselijk, ja, absoluut. Dat, Dus zoveel mogelijk voorfactureren. Praat van Bart, nooit media aankopen met je eigen budget voor je klant. En, voor cashflow is dat met name belangrijk, hè? Niet voor je financiële performance. Want mijn CFO die spreekt ons elke keer weer aan van jullie hebben werk volgefactureerd. Ik mag alleen maar erkennen deze maand wat we ook fysiek hebben geleverd. Dus dat komt volgende maand weer. Hè? Dus daar moet je ook weer... Er zijn allerlei boekhoudregels waar wij als creatieven geen weet van hebben. Of, Ja, maar dat doen wij ook. Dus onze interne maandrapportering is niet gebaseerd op de facturatie. Nee, het is gebaseerd op het geleverde werk. Gefactureerde werk. Maar dat onderscheid is heel belangrijk. Hè? Want, absoluut. Want sales die kijkt alleen maar naar de facturen, die tellen dat op en denken van nou, succesvolle maand geweest. Mm. Maar hè, die hebben net in de laatste week van de maand hebben ze allemaal verzoeken gekregen en vast voorfacturatie gedaan. Ja, dan heb je als agency niet de uren nog geleverd. Dus ik weet het max halve dat het werk dan alleen nog even gedaan moet worden. Ja, dat is een bijkomstigheid. Ja. Oké. Okay. Ik hoor wel eens dat de sfeer het beste is en de pret het grootst in een agency tot ongeveer 15 medewerkers. Jullie zijn allemaal fameus groter dan dat. Kijken jullie soms met nostalgie terug op toen jullie nog kleiner waren of niet? In die fase zit je heel dicht bij de klant en dan zit je ook echt met de inhoud van het vak bezig. Naarmate dat je groeit... zijn je meer bezig met het designen en bouwen en managen van het bedrijf. Beide fases zijn voor mij heel tof. Okay. Af en toe denk ik terug naar hoe leuk was het om zelf met die klant te werken. En tegelijkertijd denk ik van hoe leuk is het om dat bedrijf vorm te geven en te doen groeien. Dus ik denk dat je daar zelf als persoon ook in evolueert. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je goed bewust bent van in welke fase dat je zit, waar dat je je energie uithaalt. Groei om de groei heeft geen zin. Nee. Okay. Erwin, mis jij het soms? Klein zijn, 12 man in 1 ruimte? Nou, missen niet. Het is inderdaad een evolutie. Ik heb wel een hele leuke tijd daar gehad. En zeker het feit van dat we toen nog een beetje cowboys waren. We hebben het al eerder gezegd dat we eigenlijk al het werk aannamen om die schoorsteen maar te laten roken. Ja, daar zat je zo dicht op de bal. Dat heb ik een enorme drive. Dus ik hoop ook dat mensen dat eigenlijk niet verliezen. Hè? Die passie voor het vak en dicht bij je werk blijven waar je goed in bent.
ja, dat is toch ja, dat is ook heel belangrijk. Maar dingen doen die je leuk vindt, ja, dat leidt uiteindelijk tot betere performance. En ja, dus hoe dichter je bij jezelf blijft en daar keuzes ook durft in te maken, dat is denk ik wel voor mij een wijze les geweest om niet alles te willen doen uiteindelijk. Tot slot, David, klein of groot, wat geniet jouw voorkeur? Nee, ik ben zelf niet de founder van Rift, maar ik kan zeker met de spreker links van mij, ben ik het zeker eens dat je met de grote omvang die we nu hebben, is dat je wel minder bezig bent met, ja, met echt je vak. Want kijk, ultimately zijn we natuurlijk allemaal marketeers. Mm-hmm. Op een verdwaalde IT'er na. Nee, maar kijk, ultimately zijn we marketeers en willen we graag, zeg maar, met dat vak bezig zijn. Verander je inderdaad van marketeer werkend voor klanten en het inspireren van je team. Schuift dat naar het managen van je business en ja, het inspireren van je team. Het werken voor je team om te zorgen dat zij in staat zijn om de extra mile voor de klant te gaan. Om te zorgen dat zij frictieloos kunnen werken. Om te zorgen dat jij de randvoorwaarden schept waarin je een prettig werkklimaat hebt. Om die toegevoegde waarde voor de klant. En dat is echt wel een verschuiving. En ja, dan is het wel leuk als je every once in a while nog heel even samen met het team een leuke pitch kan doen of een leuk project met een kop en een staart. Dat je toch weer even aan echt die inhoud kan proeven. Absoluut. Dat is wel leuk. Ja. Tot slot, Ilse. Weet jij nog goed business en pleasure te combineren op dit punt in je agency? Ja, sowieso. Allee, ja, ik denk, we hebben het daar juist gezegd, het is een business waar dat je alleen maar kunt inzitten als je er graag in zit. Het is heel veel mensen, hè, klanten, medewerkers. Het is een zeer menselijke business. Je kan er alleen energie uithalen, denk ik, als je het echt graag doet. Als dat echt je omgeving is waarin je het best zit. Wat ik soms wel mis van die eerste, van die startperiode, is het voortdurende gevoel van we hebben het nog nooit gedaan, dus we denken wel dat we het kunnen. Dat is natuurlijk iets dat je logischerwijze en gelukkig maar voor een stuk wel wegkrijgt. Hè. Je bouwt ervaring op, je zorgt dat je expertise binnenhaalt, je zorgt dat je goede, sterke teams hebt die alles al wel eens een keertje gedaan hebben, liefst. Natuurlijk blijf je altijd wel met je klant innoveren. Maar de uitdaging verschuift helemaal. Hè. Waar dat het gaat van inderdaad de markt, de klanten, de business te leren kennen, is het vandaag het runnen van een agency en het zorgen dat iedereen goed zijn werk kan doen, is inderdaad een totaal andere uitdaging waar je in staat. Dus ik onthoud en ik vat samen, het plezier verdwijnt niet bij een groeiend agency. Het wordt gewoon anders. Het verschuift. Ja. Oké. Okay. Fantastisch. Opnieuw zoals in een huwelijk. Zoals in een huwelijk, ja, inderdaad. Dank jullie wel allemaal en daarmee is dit gesprek afgerond. Thanks.